Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, oproep aan studenten Wanica voor registratiebustransport, online maquettetraining gelanceerd. Ook Suriname doet mee aan World Cleanup Day. Hoe besteed ik mijn vrije tijd veilig? En werkzaamheden busterminal vorderen gestaag. De werkzaamheden bij de busterminal te Onderbong vorderen gestaag. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is hiermee stappen dichterbij het ordenen van de transportsector. Op dit moment staan we op het derde blok, oftewel het laatste blok. Als we uitgaan vanuit de Zwartenhoevenbrugstraat, als we vanuit die straat zeg maar, een referentie kunnen pakken om te tellen, dan hebben we het eerste blok tussen de Zwartenhoevenbrugstraat en de Waaldijkstraat. Het tweede blok, oftewel het middenblok, hebben we tussen de Waaldijkstraat en de Hofstraat. En het derde blok is waar wij ons nu bevinden. Dat is tussen de Hofstraat en de Fred Derbystraat. En welke bussen zijn tot nu toe gestationeerd bij de busterminals? Zoals u ziet, achter mij is er een bord hier bij het laatste blok waar we staan. Met de trajecten POZ en POVRZ en lijn 6. Maar we zijn intern op het hoofdkantoor nog bezig in afstemming met PLO, de particuliere lijnbusorganisatie, om na te trekken welke trajecten het best, gezien de strategische locatie, het best geplaatst kunnen worden. Voor ook de logistiek voor wat betreft de passagiers. Dat zijn we eigenlijk mee bezig. We hebben het allemaal bijna al in kaart afgehandeld. Als we dat hebben gedaan, moeten we die borden bestellen. Want het zijn borden die van een bepaalde afmetingen zijn. En ook bepaalde reflectieklassen. Die offerte aanvragen hebben we al reeds gestuurd naar de aannemer. Er zijn nog wat kleine afwerkingswerkzaamheden die het directoraat Transport en Communicatie van het ministerie van OWTNC moet afhandelen. Er is heel wat stagnatie opgetreden, maar desondanks proberen we zo snel als mogelijk de zaak helemaal operationeel te krijgen. Purchase your tracks today. Welke afwerkingswerkzaamheden zijn het? Afwerkingswerkzaamheden in de zin van het logistieke wat ik daarnet aanhaalde. Het plaatsen van borden bij de sorteervakken. Dat de passagiers precies kunnen weten welke bus bij welk sorteervak, bij welk blok precies staat. Want dat is wel belangrijk. Anders moet je gaan zoeken, gaan kijken bij die bussen van wat voor nummer of welk traject staat op welke bus. Dat is uit den boze. Dus wij willen het een beetje de bewegwijzering voor wat de passagiers betreft, passagiersinformatie, willen we zo transparant en duidelijk als mogelijk maken. Dus dat is inderdaad iets waarmee we nog bezig zijn. We willen ook kijken naar wat andere faciliteiten. Dat bijvoorbeeld passagiers die een beetje slecht ter been zijn, dat ze ergens rustig kunnen zitten als ze op een bus wachten. Dus dat moeten we nog even kijken hoe we wat banken kunnen plaatsen die natuurlijk niet weggedragen zullen kunnen worden. We moeten even ook kijken van hoe we gaan doen met de afbakening voor een stukje veiligheid van de passagiers als ze op het perron staan of zeg maar bij de busterminal staan, dat er geen auto's op de stoepen komen staan of dat er een auto plotseling dwars over een stoep komt rijden. Dus we zitten te kijken van hoe we dat kunnen afzetten met van die betonnen stootblokken en dat soort zaken. Dus dat zijn de verfijningswerkzaamheden die we moeten doen.
Op dit blok waar we nu staan moet er ook nog elektra worden aangesloten. We hebben ook wat vertraging daar mogen ondervinden. Maar zoals de planning eruit ziet, moeten we binnen een maand eigenlijk wat elektriciteit betreft helemaal aangesloten zijn. En wanneer zullen de bussen officieel staan op hun plek? De bedoeling is om even kijken, we leven nu volgens de planning, we leven nu september. Om voor eind oktober willen we het lint doorknippen met de minister van Openbare Werken, zijn excellentie meester Vijay Chotkan. Dus voor eind oktober willen we alles in place hebben, zodat we de zaak officieel geopend kunnen verklaren. Wat de taxis betreft, daar hebben we ook een plan voor vanuit het ministerie. Het is de bedoeling, de naam zegt het al, het zijn busterminals. Dus het is uitsluitend bedoeld voor bussen en geen taxis of personen, privéwagens of wat voor andere voertuigen dan ook. Het is uitsluitend voor bustransport en met name bussen die een geldige autobusvergunning hebben bij het ministerie. Die gaan slechts alleen geaccommodeerd worden. En natuurlijk zal het ministerie in samenwerking met justitie en politie erop toe moeten zien dat er geen andere bestemming zeg maar, wordt gebruikt voor de bussen, anders dan de bussen. Het commissariaat Wanica Zuidoost in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is van plan om het komend schooljaar te starten met een pilotproject bustransport voor studenten. Districtscommissaris Audrey Hankers hierover. Ik wil een oproep doen bij deze aan studenten, maar zeker ook burgers van het traject dat ik zo aanstond zal doorgeven. Het gaat namelijk om een pilotproject die ik in samenwerking met het ministerie van OWTNC, afdeling transport, wens te ondernemen. Omdat een heleboel burgers eigenlijk aandacht hebben gevraagd voor een routetraject dat nog niet door de overheid wordt aangedaan met betrekking tot busvervoer. En waarom dit pilotproject? Het is namelijk zo dat wij aan de Magenta-kanaal een middelbare school hebben, dat is MEO 5. En op weg naar Leijsweg hebben we dan de universiteit, IOL, PTC, gehuisvest, alle HBO-opleidingen. Maar er is geen bustransport, openbaar busvervoer vanuit het district Wanica gelijk die richting op. Dus bij deze wil ik een oproep doen aan alle belanghebbenden die gebruik wensen te maken van dit traject om zich te registreren binnen het commissariaat. Het kan via e-mail, het kan telefonisch, u kunt persoonlijk langskomen. Het gaat om een pilotproject waarbij de bussen zullen rijden vanuit eindhalte PL richting Tawayariweg, Purwodadiweg, Helena Christinaweg, vervolgens Magenta Kanaal. Zodat de ouders hun kinderen niet meer hoeven af te zetten. Omdat er geen busvervoer is, zijn de ouders genoodzaakt of taxi te betalen, of schoolbus, of dat de ouders de kinderen zelf moeten zetten op school. Dus dan willen wij toch wel proberen om invulling daaraan te geven, dat er openbaar vervoer voor deze burgers wordt aangeboden. En waar moeten ze zich registreren? Op het commissariaat mogen ze dat doen, op het commissariaat Zuidoost-Wanica. Ze mogen bellen op 366-929. Maar we hebben ook een Facebookpage, een BIC Zuidoost-Wanica. Daar kunnen ze dan alle informatie uithalen. Wij leven tegenwoordig in een modern digitaal tijdperk waarbij je voor haast alles online kan zijn. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om online maquettetheorie lessen te volgen. Rijschoolhouder, tevens rijinstructeur Gerrit Polak hierover.
leven in een moderne, digitale tijd. En dan is het verstandig en echt raadzaam om ook de rijlessen, vooral maquette, theorie-rijlessen, online te brengen. De mensen hoeven dan geen kosten meer te betalen naar de school te gaan bij mij. Ze hoeven niet gebracht te worden door niemand naar de school. Ze kunnen op hun eigen tijd, op hun eigen tempo, op hun eigen plaats de lessen volgen. Ik heb in mijn programma 10 lessen. Dan hebben we al de lessen die nodig zijn om met succes het maquette gedeelte af te ronden. En dat heb ik in 10 lessen aangegeven. Ik mag zeggen dat de studenten 21 dagen ongelimiteerd de lessen kunnen volgen. Ze zijn dus daar vrij in 21 dagen lang. Ze zullen reeds bij het begin van hun online lessen de benodigdheden aan me moeten afgeven, zodat zij het aanvraagformulier ook ondertekenen en ik dan alles aan de politieadministratie breng ter accordering en om later van een datum te voorzien. De betaling kan via de bank. Die zijn dan ook opgenoemd op de site. En ze kunnen het ook contant betalen bij mij. Ook dat is aangegeven. En hoe dat in zijn werk gaat is, de klant, de leerling, de student registreert zich, maakt een account, betaalt. Ik zie dat. En per mail worden ze dan op de hoogte gebracht dat ik ze geactiveerd heb. Dat ze de toegang tot de lessen en de proefexamens hebben. Het is misschien goed nog aan te geven dat, en daarmee zitten die leerlingen, het verkrijgen van het datum. Wanneer de leerlingen de stukken die nodig zijn om aan de politieadministratie te overhandigen op tijd afgeven, dan kan ook op tijd een datum aangevraagd worden. En ik kan wel in bijzondere gevallen een beroep doen op de politieadministratie. Dus we gaan ervan uit dat de leerlingen op tijd hun bescheiden indienen. En het is misschien ook goed om aan te geven dat de leerlingen de maquette lessen online volgen. Ja. Maar ze moeten hun boek kopen waarin de vragen en de borden zijn die ze ook moeten leren om te kennen. Dus het is goed dat ik dat ook doorgeef. Bij mij wel. Dus ik ben gestopt met de lessen aan u te geven. U gaat online uw lessen nu volgen. Dat is het gemak voor u. Dus wanneer de persoon ingelogd heeft en toegang heeft tot die lessen, zijn er 10 blokjes die de 10 verschillende lesonderdelen behandelen. En daar wordt op geklikt. En dan is die les voor de persoon. En middels spraak en video's worden die lessen aangegeven. Die lessen worden dan behandeld. De website heet rijschoolklarex.com.
Het is de grote vakantie en de meeste kinderen zijn nu thuis. Eveneens heeft de grote droge tijd zich aangediend. Voor een veilige vakantie geeft Alten Pinas, voorlichter bij het Korps Brandweer Suriname, aan hoe kinderen zich het best kunnen bezighouden in deze vakantie. Het is vakantie. Vele van jullie zijn over. Het is belangrijk om niet met de aansteker te spelen alvast. Speel niet met vuur. Waarom? Vuur is gevaarlijk. Zoals ik het eerder zei, kan het je leven kosten. Je huis kan branden. Ook het leven van een ander kan eraan gaan. Let erop dat je broertje of zusje geen luciferstokjes of andere voorwerpen in het stopcontact stopt. Als het brand mag uitbreken, is het belangrijk dat je gelijk naar buiten rent. Dat is het eerste dat je doet. Daarna bel je meteen de brandweer op het alarmnummer 110. En als de brandweer aankomt, dan zeg je de brandweer wat er allemaal is gebeurd, hoe het komt dat de brand is ontstaan. En ouders, let goed op uw kinderen. Laat kinderen niet op kinderen letten. Zorg ervoor dat als u er niet bent, de kinderen onder toezicht van ouderen zijn. Aanstekers, lucifer, hoeft u niet ver buiten bereik van hun te laten. Neemt u ze mee. Brand kan een ieder voorkomen, maar brand is te voorkomen. Genezen is beter dan blussen. De grootste burgeractie tegen afval zal dit jaar weer plaatsvinden. De activiteiten van de beweging Laten we het doen vinden plaats op 21 september 2019. Stichting Support Recycling Suriname, SURESU, een stichting die zich onder andere bezighoudt met het promoten, bevorderen van afvalscheiden bij de huishoudens, staat achter de activiteiten die georganiseerd zullen worden in verband met deze dag. Glenn Ramjan, projectcoördinator SURESU, vertelt het volgende. SURESU is opgericht in 2015. En ons hoofddoel is eigenlijk het promoten, eigenlijk het bevorderen van afvalscheiding bij de huishoudens. Dus dat men hun afval op een goede manier gaat scheiden thuis en aanbieden. Ja, dus we zijn eigenlijk met het project gestart om inzamelbakken te plaatsen. Meestal bij supermarkten, waar men dus hun plastic flessen naartoe kan brengen. En plastic flessen, plastic zakken en aluminium blikjes. En dan kunnen ze deponeren in die inzamelbak en dan wordt het gebracht naar het bedrijf die het eigenlijk verder verwerkt. Het project loopt vrij goed, we zijn positief. Maar we zien het groeien, het bewustzijn groeit. Maar ook de mensen die bijvoorbeeld afval gewoon ook daar bij die bakken gaan deponeren. Dat is iets minder. De verwerking geschiet namelijk, het wordt verkleind. Waarbij je dus eigenlijk je volume verkleint, het gewicht wordt dan wat meer. Waarbij dus eigenlijk geëxporteerd wordt. We leveren het allemaal gratis af bij een bedrijf. En die exporteert het dus eigenlijk verder weer naar het buitenland, waarvan wel een eindproduct gemaakt wordt. De activiteiten voor dit jaar bij de World Cleanup Day wordt in 157 landen gedaan. Simultaan op dezelfde dag. En de activiteit is dat wij dus een aantal jaren ook aan meedoen. En dit jaar hebben we dus eigenlijk 21 locaties waarbij we dus eigenlijk een clean-up gaan doen. Naast de clean-up gaan we natuurlijk ook de bewustzijn bevorderen. Dus we gaan ook bewustzijn creëren. We gaan met mensen praten, met de vrijwilligers. En ook natuurlijk een gebied om, meestal waar een bak staat, wordt er dan schoongemaakt. Nou, we hebben dus vrijwilligers. We gaan dus eigenlijk twee die blijven bijvoorbeeld bij de inzamelbak, om dus met bezoekers van de winkels of de voorbijgangers gesproken wordt hoe belangrijk het is namelijk om in afval te scheiden. En we gaan natuurlijk ook gemeenschap waar het schoongemaakt wordt, gaan we ook toespreken. En dan worden dus met vrijwilligers, waarschijnlijk 10 tot misschien meer zelf, gaan we dan eigenlijk het gebied een beetje ontruimen van alle zwerfafval, dus alle plastic, maar ook metaal, al die dingen worden daar apart weggehaald. We werken met vrijwilligers en we hebben natuurlijk veel meer nodig. En hoe meer mensen meedoen, hoe beter het is natuurlijk. Maar dan zie je ook natuurlijk, het gaat om de bewustzijn van, kijk je omgeving hoe het er is. En dat moet uiteindelijk schoner zijn. Als je dus nu kijkt om je heen, je rijdt ergens, je ziet ontzettend veel zwerfafval. En we moeten dat eigenlijk voorkomen door dus eigenlijk niet meer naar de auto te gooien. Het is bewustzijn dat we moeten creëren. En als je zelf gaat schoonmaken, dan zie je ook van, hé, wacht even, wat voor troep veroorzaken wij? Dat moeten we dus niet meer doen. En de vrijwilligers gaan echt zich inzetten. Maar daarnaast probeer ik ook natuurlijk de buurtgemeenschappen zelf op te roepen. Namelijk van, ook doe mee. Maar je hoeft niet speciaal naar zo'n locatie te gaan. We hebben 21 locaties in 5 districten.
Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen van met je buren bijvoorbeeld je eigen gebied schoonmaken. Als je het zelf doet, dan zie je ook dat het schoon is en dat het ook schoon kan blijven. En op elkaar letten dat het dus eigenlijk ook schoon blijft. Als iemand fout gaat, meld het ook eventjes aan ons of aan de districtcommissaris. De milieupolitie is er, die wet is er. Het is laatst ook verschenen in de wet, in een artikel in de krant. Waarbij dus eigenlijk er staat een boete erop. En de milieupolitie gaat er echt op letten nu. In principe moet die boete ook veel hoger zijn. Het is nu 500 en men wil het verhogen ook, wat u begrepen hebt. De volgende gebieden waar wij dus gaan schoonmaken, de clean-ups gaan uitvoeren, is Paramaribo zelf. Paramaribo Noordwest zijn er 4 locaties. Paramaribo Zuidoost zijn er ook 4 locaties. Warika heb je ook 2 verdeeld in 2 districten, zijn er totaal 7 locaties. Dan heb je Saramaka, Nikeri, Achoni, dus Sipaliwini. En maar een weinig gebied gaan we dus Mungo en Galibi. Hebben we ook al teams ervoor. En komen wijnen. Dus er zijn genoeg locaties op onze Facebookpagina of op onze website. Kun je dus allemaal bekijken. Je kan je registreren ook. Als je zegt van ik wil naar die gebied gaan, dan registreer je. Dan weten we ook hoeveel mensen daar zijn. Nou, hierbij dus, roep ik ook iedereen op eigenlijk om zaterdag. Het is maar 4 uurtjes van 8 tot 12 uur. Het is 21 september. Iedereen roep ik op eigenlijk om ook mee te doen, deel te nemen eraan. Als je niet naar een locatie kan gaan, doe het in je eigen buurt, met je buurtbewoners erbij. Zo leer je elkaar ook een beetje kennen ook, want tegenwoordig kennen je buren niet eens vaak. Dus laten we dat eventjes inzetten. Sociaal controle moet bevorderd worden. Laten we gezellig met z'n allen eigenlijk, Suriname eigenlijk die dag ook een beetje opschonen. En dat het ook schoon blijft, dat is het meest belangrijk. Let's do it! Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.